De band tussen mens en dier kan heel bijzonder zijn. Een aantal jaar geleden filmden we de heer Segers met zijn hond Baika, een twee-eenheid. De heer Segers heeft zich jarenlang intensief met de hond bezig gehouden en leerde hem rekenen. Optellen is bijvoorbeeld 2 plus 2. Delen, dat is bijvoorbeeld 6 gedeeld door 2. Dat is ook van elkaar. Vermenigvuldigen, dat is bijvoorbeeld 3 maal 4. Juist. En wortel trekken, dat is bijvoorbeeld gewoon 64 en daar de wortel. Moet het me niet kwalijk nemen. Hans, ik neem niet aan dat jij een hond rekenen hebt geleerd. Nee hoor. Geen hond heb jij rekenen geleerd waarschijnlijk. Aan welk dier uit jouw leven heb je toch nog dierbare herinneringen? Aan één dier? Het meest dierbare aan de kip Seitje. Ik ben in de hongerwinter ondergebracht op een boerderij bij de boeren om dus bij te eten. En dat lukte natuurlijk prima. Maar ze hadden daar ook een blinde kip. En die kip kon dus niet zelf zijn eten vinden. En dus mocht ik hem voeren. En dat deed ik ook met veel toewijding. En het was ook het leuke, want kippen zijn in het algemeen niet zulke gezellige en huiselijke dieren. Maar deze kip kwam dus echt bij me zitten op mijn arm en at uit mijn hand. Nou, dat is natuurlijk erg ontroerend voor een stadsjongetje van 12. En ik was ontzettend gehecht aan Seitje. Toen brak helaas de bevrijding uit en moest ik weer naar Amsterdam terug. Heb daar nog even de lagere school afgemaakt en ging natuurlijk in de zomervakantie spoorslag terug naar die boerderij. En Seitje was verdwenen. De boeren die in het algemeen natuurlijk weer een hele andere relatie met hun dieren hebben, die hadden het toch niet opgebracht om de hele dag achter Seitje aan te hollen en hem te eten gegeven. Dus Seitje was in de soep verdwenen. En mijn hart brak natuurlijk, maar ik heb toch de beste herinneringen daaraan bewaard. Wat een heel mooi moment uit mijn jeugd. Yvonne, het dier uit jouw leven? Ik heb een soort bastaard herder Bouvier heb ik eens uit het asiel gehaald. Het was helemaal niet de bedoeling dat ik hem haalde. Ik wilde een klein wit hondje hebben. Dat had weer gedachten aan vroeger. En een vrouwtje. En ik kwam dus thuis met een mannetje en een grote zwarte. En dat was Luna, want hij kwam bij ons toen de Luna 13 de lucht in werd geschoten. Dus toen hebben we hem Luna genoemd. En Luna, die heb ik eerst, die was 4,5 jaar en die heb ik eerst, die was doodziek en die heb ik eerst moeten voeren met kippenbouillon. 3 weken lang. Maar we hadden ook een. Zijn kippenbouillon? Ja. Nou, Luna is er door gered, Hans. Ja. Maar daar is hij inderdaad beter van geworden. Maar over dat leren van dat rekenen, Luna die kon ook iets leren. Hij had op een gegeven moment, ik was hier al 15 jaar, en toen kreeg hij reumatiek en daar kreeg hij pillen voor. En die moest hij, om dat te geven, stopte ik ze in de rookworst. Op de wasmachine lag de pillendoos. Nou, die pakte ik dan en dan stopte ik dat in een stukje rookworst van de ijskast. Maar hoe dan ook, na verloop van tijd wist Luna dat en ging die, als die langs de ijskast kwam, ging die mank lopen. Dus hij wist, dan moet ik op zo'n manier moet ik aan die worst komen. Peter, het dier uit jouw leven. Wat ik me nu het sterkste herinner is een paard en dat heette Stumpy. Een zwart paard. En je kon in Ierland huifkarren huren. En ik reed een keer met een huifkar. En dan wordt gezegd, nou, dit is uw huifkar, dit is uw paard. En u moet s'avonds dit en dat doen en zo. En ik had een beetje laat. Het was een beetje laat op de avond. En nou, Stumpy kreeg ik ingespannen. En ik ging rijden met het beest. En ik riep, ho. En dat ging steeds harder. Ho. Tot echt op een snelweg af. Dat ik hangend aan die disselend ding, aan dat paard, ho, ho. En gelukkig de wielen tegen zo'n bermmuurtje op, vlak voor de snelweg. Want hij verstond in plaats van ho, dat was voor hem hetzelfde als go. Oh, ja.
Dus dat ging steeds harder. Dus je moet zeggen, wee, wee, zoiets. Maar aan het eind van die 2 weken kon ik hem dus... alleen, zonder ik hem aanraakte, kon ik hem met woorden uit die wei halen. Hij kon achteruit de kar met klankaanwijzingen, zo door een klein steegje... En toen dacht je, jeetje, direct met zo'n maffe toerist. Want ik weet wel dat ik met tranen in mijn ogen afscheid van Stumpy nam. Want ik zag er voor me dat hij straks weer een of andere idiote, maffe... Andere toerist. Toerist, die ook weer... Ho, 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 Stumpy, go, go, go. Dat is het ontroerendste moment wat het mij nou te binnen schiet, wat paarden betreft. Daan, had jij als kind thuis al een dier? Nee, mijn ouders waren allergisch voor alles wat beest was. En dat is heel vervelend geweest. Ik heb nog wel eens, zonder dat mijn ouders het wisten, in het tuinschuurtje nog wel eens muizen gehouden. Maar dat moest zo geheimzinnig, want dat, niks mochten wij aan totaal geen beesten hebben. Misschien is dat de oorzaak dat het conflict der generaties, dat ik daarna niet meer zonder dieren kan. Is dus... het belangrijk voor kinderen om met dieren om te gaan, Hans? Ja, natuurlijk. Dat bepaalt je houding voor de rest van je leven tegenover dieren, geloof ik. Mijn vrouw die heeft dus thuis eigenlijk nooit dieren gekend... en heeft heel veel moeite gehad om zich aan mijn dierenliefde aan te passen. Wij hadden dus thuis poezen en honden. En ik heb ook witte muizen gehad die voor een deel zijn ontsnapt... en onderin de liftkoker zich vermengd hebben met ratten uit de buurt... zodat wij in ons huis tijdenlang witte ruizen hebben gehad. Yvonne, belangrijk voor kinderen? Ja, ja, ik herinner mij dat ik zelf, maar ook mijn dochters... als je een beetje verdrietig was of zo... als je zo'n ruig hondenlijf had om je bij te beklagen... Nou, dat was wel wat. Trouwens, dat zou ik best nu ook wel willen. Zo'n ruig, het hoeft niet een hondenlijf, maar iets ruigs om bij te beklagen, Hans. Als het zou moeten, welk dier zou je dan nog het liefst willen wezen? Een hond, natuurlijk. Ja, hond. Ja? Ja. Die hond die wordt niet geconsumeerd, zoals een koe of een kalf of een varken. En die hond die hoeft niet te trekken voor een kar of daar gaat geen vent bovenop zitten. Dus een hond die heeft een hondenleven met recht. Die ligt in zijn mand wanneer die daar zin in heeft en die blaft en die rent naar buiten. Die heeft eigenlijk een onbezorgd leven. Ja, ik lijk tamelijk veel op een hond. Ja. Ja, ik vervoer een bepaald soort hond. Dus het is maar een klein stapje, wou je zeggen? Een klein stapje, maar ik weet niet of ik altijd bij een baas dan zou zijn. Dat weet ik niet. Maar wel een hond. Geen andere dieren. Yvonne? Ik zou een vogel willen zijn. Adelaar, ja. Vogel. Nee, geen adelaar, maar een vogel. Ik hou erg van vogels. Ik hou van vliegen. Tenminste, ik kan me zo voorstellen dat ik daarvan hou. Dus dat zou ik... Ik vind het ook heerlijk om langs het strand te lopen... en al die vogels daar over dat water te zien. Dan denk ik, ja, dat zou ik willen zijn. Vogel. Maar kikker vind ik ook leuk. Ja, vind ik heel bijzonder. Ik heb altijd het gevoel dat ze altijd in een jaquet lopen. Ik vind het prachtige beest. Ja, heel mooi. Helemaal gekleed. Ik denk wel eens die studenten die daar zo nonchalant een beetje in een kikker zitten te snijden, die moeten eens weten. Die kikker is zo mooi aangekleed en die zo perfect. Laten die jongens zich eerst maar eens een beetje aankleden voor zo'n kikker. Ik vind het prachtig. Zoals die kikker, die is volmaakt. Dat zou ik ook wel willen zijn. Prachtig. Hans, strikje. Ja, ik dacht eerst eventjes aan zo'n Californische condor... waarvan laatst in de krant stond... dat ze zo urenlang kunnen zweven in de lucht. Dat lijkt me wel fantastisch. Bovendien word je dan ook erg goed verzorgd door de mensen... want er zijn er nog maar 6. En dan zorgen ze dus dat die in leven blijven. Maar ook wat mij ook wel prettig lijkt, is een dolfijn. Ik heb nog wel eens op een tocht naar Amerika op een boot... zo van die scholen dolfijnen langs zien komen... die dan zo gezellig boven de golven uitspringen. Het zijn echt dieren die lol hebben in hun bestaan. En dat zie je echt, ze spelen. En dat lekker aangepast zijn aan dat water lijkt me ook heerlijk. Ja. Dolfijn. Oké, okay. Dolfijn. We leggen jullie weer een woord voor. Al of niet bestaand... met de opdracht, fantaseer er een betekenis bij. Laat het woord maar komen. Knoezelen. Wie meldt zich?
Ja, ik heb er nooit de minste moeite mee. Want ik weet meteen wat zo'n woord betekent voor mij. Ik ben ervan overtuigd dat het een intensieve vorm van knuffelen is. Dat je helemaal verknoezeld raakt met elkaar. Heerlijk. Yvonne? Ja, zo krijg je ook een bloemkooloor natuurlijk. Dat is een beetje aan je oor knoezelen. Zo, met elkaar. Ja. Dus met aan elkaar... Een beetje knabbelen. Een beetje knoezelen. Een beetje knabbelen. Kom eens lekker hier. Dan zal ik een beetje aan je knoezelen. Maar verbonden aan een oor. Ja, ik zie daar meteen een bloemkooloor aan. Ja. Peter? Ja, ook een beetje zo met je lichaam om iets heen. Ja. Ja. Ja, ze zitten. En Daan? Het lijkt mij iets wat verboden werd toen ik 12 jaar was. Dat lijkt het mij wel. Het is een bestaand woord, om te beginnen. Maar om jullie nog een beetje meer op weg te helpen... een tweede woord, wat er alles mee te maken heeft. Knoezelvoeten. En dat is knoezelvoeten. Ja. Dus geen oren, maar knoezelvoeten. Hans, bevestigt dat je mening? Ja, natuurlijk. Ja. Dat is dus als je in een café met z'n vieren zit... of ook wel met z'n tweeën... dat je dus met die voeten zo dat contact onderhoudt. Dan ben je echt aan het knoezelvoeten natuurlijk. Hè? Ja. Ja, dat hoeft niet in een café. Dat kan je ook met z'n tweeën in een bed. Lekker met de voeten over elkaar. Ja, dat is heel leuk. Ja. Dus het is het over elkaar wrijven van de voeten. Met de knop, van verschillende mensen dan. Je kunt niet met jezelf knoezelvoeten. Nee hoor, dat kan niet. Peter? Nou, dit is toch wel een beetje... Nu dat woord voeten erachter staat, knoezelvoeten... zie ik toch wel voeten waar moeilijke schoen voor te vinden is. Dan uitgebouwde... Knobbels. Met knobbels en zo. Bloemkoolvoeten eigenlijk. Ja, ja, ja. Wat zei je, Hans? Bloemkoolvoeten bedoelt hij. Ja, nou. Zoals ik zei, het is een bestaand woord. En het betekent onder het lopen... met de enkels tegen elkaar stoten. Nou. Zoals je bijvoorbeeld hebt met schaatsen. Een Zuid-Nederlandse uitdrukking. Weer wat geleerd. We stellen kijkers in de gelegenheid om het team dagelijkse problemen voor te leggen. In de zaal zit mevrouw Marion Huizinga. En die zit ergens mee. Zegt u dit? Bij de groeting is het vaak de gewoonte om elkaar een paar keer te kussen. Ja. Meestal twee keer, op iedere wang één keer. Ja. Maar nu is het ook al vaak drie keer. Ja. Ja, nou weet ik het niet meer met wie ik het twee keer en met wie ik het drie keer moet doen. Soms dan trek ik mijn hoofd snel terug. Een andere keer dan kus ik in de lucht omdat de ander al klaar is. Ja. Misschien weet u de oplossing, ik weet het niet. Ja. Dat was het. Hans, hoe vaak doe jij het? Dat hangt er erg van af of ik in het noorden van ons land ben of bezuiden de grote rivieren. Want het kussen dringt op uit het zuiden. Hier zijn wij nu gewend twee keer. Maar bezuiden de grote rivieren begint dus al meteen drie keer. En daarom moet ik me telkens even afvragen bij het begroeten vooral van dames natuurlijk. Waar ben ik ook weer? Oh ja, dan weet ik het. Maar je kunt natuurlijk, en dat zou ik mevrouw willen aanraden... als u naar elkaar toe komt, gauw even zo doen of zo. Dan weet u over en weer waar u aan toe bent. Yvonne, wat zeg je? Wat deed je, Daan? Wat deed jij? Ik zei gewoon zo. Zie jij het als een probleem, Daan? Nee, voor mij is het nooit een probleem. Je gaat eerst, als je een aardige mevrouw ziet, dan moet u aardig zijn natuurlijk. Dan steek je een hand uit, dan steekt zij die hand ook uit. Dan pak je de tweede en dan trek je naar je toe. En dan kan je dan net zo vaak zoenen als je wil, want dan loopt ze niet meer weg. Peter, twee of drie keer? Nou, het is nu wel standaard drie. Maar in Amsterdam heb je nog een andere gewoonte. Dat is wang, wang, recht op je mond. En dat vind ik soms vervelend. Is dat de nieuwste variant? Nou, in het uitgangsleven, ja. Ja. Wat zeg je, Hans? Alleen in bepaalde kringen, in Peters en kringen natuurlijk. En dan komt het langzaam maar zeker naar de burgerij toe. Dus we moeten ons er toch op verdacht maken. Ja, ben jij wel eens door een man gekust, de begroeting? Ja, zeker. Dat,
Ik kom uit Amsterdam en daar gebeurt dat steeds meer. Ja, ik vind dat ook een vooruitgang. Ik vind dat we al dat soort seksenonderscheid kwijt moeten. En dat je zo angstvallig je af moet vragen, is het wel een man of een vrouw? Nou, dat vind ik onzin. Nee, flink erop los, hoor. Ja. Ja, Daan, we zullen je maar even het woord geven. Ik zeg niks. Nee. Wanneer ben jij voor het eerst door een man gekust? In Rusland. Daar, ik was dus in Moskou en in de Caucasus. En dan kwam wij zouden noemen een hoge pief, kwam naar je toe. Grote, dikke vent en die slaat dan zijn arm om je schouders. En die zoent je dan op je schone overhemd aan weerskanten. Nou, dat vind ik... Ik vind het begin een verkeerd begin eigenlijk al, ja. Ik geloof dat het juist voor de wereldvrede van groot belang is dat er flink gekust wordt. Niet als ze mij zoenen, is het er met de wereldvrede weinig. Maar ik weet wel waar het gehele gebaar, het handen geven, dus ook het handen kussen, dat komt om, als je vreemd bent, de mensen te laten zien dat je geen verborgen wapens in je hand bent, in je handen hebt. Dat je ze geen kwaad wilt doen. En het zoenen, dat is gewoon een hele primitieve beweging. Die doet denken aan het kind aan de borst. Daar komt eigenlijk de hobby van het zoenen vandaan. Want een man blijft altijd een kind en die wil ergens aan lebberen. En dat heeft hij geleerd in zijn jeugd. Ja, zo is dat. Tenminste, in al mijn dierenboeken staat dat zo beschreven. Oké, de een heeft het over een kus en de andere over een zoen. Bestaat er voor jou nog verschil? Nee hoor, dat is een pure afspraakkwestie. Nou, nee, maar de een vindt bijvoorbeeld een zoen een vreselijk woord. De andere vindt kus lekkerder. Yvonne? Ja, ik vind er een waardeverschil. Je zegt ook tegen een kind, geef een kusje. Dat is heel aandoenlijk. En ik zeg ook tegen mijn poes, geef een kusje. En dan geeft hij een likje. Maar dat is dus veel kleiner, veel aandoenlijker. Een kusje is kleiner. Kus ja, is kleiner. Vind ik wel. En een zoen. Nou, geef hem lekker een zoen. Dat is hup, pakken. Voor jou ook, Peter? Nou, ik heb... Ja. Ja, de zoen is... Wat heb je liever? Ja. Nou, ik heb een tante die zegt... Wat heb je liever, een tante? En die geeft een zoen en die blijft dan echt zo hangen. En dan praat ze al zoenend nog een beetje door ook. En die geeft echt een zoen. Ja. Die blijft hangen op je wang. Maar zoenen, kussen... Maar het hangt ook af van families, hè? Ik heb dus één tak van mijn Indische familie die zoent bij het leven. Maar dat is gewoon een vorm van lijfelijkheid wat die mensen hebben. Ik weet ook niet anders, hè? Dat ik altijd zo dicht op mijn moeder heb gezeten en alles zo lekker gepakt en gevoeld heb. En daarom ben ik ook heel makkelijk, hoor, van... Ah, joh, kom hier en dan pak ik iemand beet. Dus ik denk dat het heel belangrijk is in wat voor familie je ook komt. Bij jou, Hans? En vind je dat belangrijk voor kinderen bijvoorbeeld? Ja, ik geloof dat kinderen veel liefde en gevoel van veiligheid en gezelligheid moeten ondervinden. Ik vind het trouwens zelf ook lekker, hoor. Toen ik op school dus les gaf, legde ik ook veel armen om schouders heen van leerlingen. Ja. En dat, ja, ik probeerde altijd te voorkomen dat ze het vervelend vonden. Maar ik had er zelf soms een soort behoefte aan om dat contact te leggen en ook een beetje menselijk en warm met elkaar om te gaan. Maar kinderen die dat thuis niet gewend waren, die keken daar misschien vreemd van op. Ja, toch heb ik gelukkig nooit een waarschuwing van de inspectie gekregen. Nee. Vandaag de dag zou dat kunnen. Bij onze secretaresse in Heerlen hangt zo'n lijstje tegenwoordig sinds de emancipatie. Wat er allemaal voor straffen op staan als je ze te dicht benadert. Dus een arm om de schouder is geloof ik al zoveel 100 gulden moet je dan betalen. Ja. En is dat bij jullie ook zo? Ja, bij ons ook. Loopt lekker op, hoor. Daar heb ik in mijn leven ook veel mee te kampen gehad. Ja. Van wat allemaal dan niet mocht. Maar daar heb ik me dus ook nooit aan gestoord. En ik heb wel eens meegemaakt dat ik met een jochie te maken had... wat
dat zo dichtgeslagen was dat hij met zijn jas aan onder de deken ging liggen. En daar moest ik hem dan zijn brood geven. En dan ging hij dat onder de deken zelfs opeten. En er was maar één benadering mogelijk. Dus de volgende keer dat ik kwam, zei ik gewoon schuif eens een eentje op. Dan kom ik bij je liggen. En dan deed ik dat ook. En dan, maar dan kreeg ik vaak wel waarschuwingen van mensen. Dat ze zeiden, dan moet je meer uitkijken. Want, maar dan lagen we samen onder de deken. En dan kwam hij ook met het stukje brood naar mij toe. En dan had je wat samen. Dus dat is die lijfelijkheid wat ik dus bedoel. Peter? Nou, die lijfelijkheid dus, was voor mij ook de ontdekking in Indonesië. Ja, precies. Dat die mensen van de Indonesische crew, ja, als iemand hoofdpijn had, begonnen ze meteen zo lekker, ja, of aan je haar te trekken, ja, of je arm. Zei hier en zo. Ja. En dus, al praten zaten ze gewoon lekker te masseren. Ja. Dus als wel eens een moment van pauze was, zaten ze elkaar gewoon, ook bij mij zo, zo rustig zo. En in het begin, want hier verwaai je het meteen altijd dat iemand wat van je moet precies, of zo, hè? Te helemaal niet. 100 gulden. Regisseur Henk van der Horst herinnert zich van vroeger nog hele enge kusjes. We schakelen even over naar de reportagewagen. Ja, Jan, praat me er niet van. Mijn moeder had altijd allerlei vriendinnen. En die moest ik dan tante noemen. En als ik dan uit school kwam als klein jongetje, dan zei mijn moeder altijd, geef tante maar een kusje. En dan moest je heel dicht bij zo'n griezelig mens. En ik herinner me nog die tante Koba, die had dan hier onder de lip ook nog zo'n grote pukkel met 7 van die lange haren. En dan probeerde ze je ook nog op je mond te zoenen en dan nog nat ook. Hoi jongen, als ik er nog aan terugdenk, de griebels lopen over mijn grabbel. Ik weet nog wel andere kusjes te bedenken hoor. Herinneren jullie je nog enge kusjes uit het verleden? Dag, ja. Peter? Nou, dat herinner ik me wel. We deden een keer met het werktuig aan een toneelstuk. En speelden we twee tantetjes. Een tante Tekla en een tante Tini. En dan moest een van die jongens, want het stuk kwam erop neer hoe je elkaar zo bang mogelijk kon krijgen. En dan zeiden we, geef jij tante Tekla eens een kusje? Oh nee, tante, alsjeblieft niet. En die hele zaal kinderen, die herkenden dat ook. Dat begrip iemand die je eng vindt, die moet je dan een kusje geven. Geef je tante Tekla eens een kusje? Iedereen bij ons op de HBS wist dat de laatste biologieles in de derde klas iets heel bijzonders was. Dan werden de meisjes de klas uitgestuurd, die mochten iets voor zichzelf gaan doen. En de jongens kregen apart seksuele voorlichting. Is dat zo? Ja, zo was het toen. Hoe is jullie seksuele voorlichting op straat, thuis of op school verlopen? Laten we bij de oudste beginnen. Verste terug. Daan, herinner jij je daar nog iets van? Nou, als ik het van mijn ouders had moeten hebben, dan wist ik het nou nog niet. Ja. Ik heb dus geen voorlichting gehad. Op school ook niet? Nee, totdat de zigeuners begonnen te spelen en zo. Zo was dat bij mij. Hans? Ja, mijn ouders hebben mij ook nooit zo rechtstreeks voorgelicht. En op school gebeurde het ook nog niet. Ik heb natuurlijk op straat alles opgepikt wat nodig was, maar toch betrekkelijk laat. Ik herinner me dus bij diezelfde gelegenheid dat ik in de hongerwinter bij de boeren was, dat je dan meeging als zo'n paard gedekt werd door een hengst. Dat was een schitterend gezicht. Een prachtig standbeeldachtig gebeuren van die paarden op elkaar. Dat maakte grote indruk op mij. En mijn broertjes waren er ook bij. En we praten daarover na, van heb je dat gezien, hoe dat ging. En toen vroegen we ons zelf ook af of dat bij mensen ook zo zou gaan. En ik weet nog dat ik zei, ik denk het niet, daar zullen ze wel wat op gevonden hebben. Yvonne? Ja, nou, ik had mijn oudste zus, die kreeg een kind. En ik werd toen ook door, ik geloof, een buurjongetje, werd ik helemaal op de hoogte gebracht. Die gaf gewoon een verslag van hoe dat allemaal gebeurde. Maar ik wou dat niet geloven. Ik vond het beeld van die ooievaar vond ik veel leuker. En dat was mij inderdaad in die tijd voorgehouden. En daar hield ik gewoon aan vast. En ik zei, dat is niet waar. En ik gaf dan weer een verslag terug hoe dat met die ooievaar was. En daar verzon ik van alles bij. Maar ik heb dat niet willen. Ik heb het heel ver van me afgezet. Ik wou dat niet geloven.
boven. Pas veel later heb ik me erbij neergelegd. Dat het dan maar zo was. Dan kom je er nog het snelst achter, ja. Peter, jij bent van een jongere generatie? Nou, bij mij was dus ook niets voorgelicht. Maar toch, je wist het vroeger al. Ik weet nog wel, dat was ik een jaar of 8. Dan wist je al dat je, om kinderen te krijgen, moest je het 6 keer doen met voorboedsmiddel. En dan 3 keer zonder. En dan echt van die serieuze gesprekken. Onderweg naar het zwembad had je dan zo. Nou, dat doe je dan zo. En ik woonde in een buurt daar. Dat was al heel vroeg, voor je 10e, dan had je een hut achter de kerk. En daar kwamen alle meisjes in. En dan speel je doktertje, vader en moedertje. En het kwam nooit echt, niet nooit zo ver, maar je had wel het gevoel van alles wat er moest gebeuren en hoe dat dan hoorde, dat was dan was heel gewoon.